Beste mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Ik wil het vandaag hebben over de rol van de overheid. Nu, in deze tijden van coronacrisis, zie je eigenlijk hoe belangrijk het is dat je een sterke en actieve overheid hebt die regie pakt op de sturing van de samenleving. En hoe anders is dat eigenlijk dan de afgelopen jaren, waarin we eigenlijk decennia hebben gehad van privatisering, van toenemende marktwerking en een terugtrekkende overheid. Een tal van publieke diensten, van het openbaar vervoer, de post, de zorg, zijn geprivatiseerd, zijn aan de markt overgelaten. En de overheid is zich steeds minder met het publiek domein gaan bemoeien. En je ziet dat beroepen die nu zo worden geloofd en geprezen, in de verpleging, in het onderwijs, bij de politie, zijn eigenlijk beroepen die de afgelopen jaren juist door de overheid in de steek zijn gelaten. De werkdruk werd steeds hoger, er waren steeds minder middelen, de salarissen bleven achter bij de markt. En nu ervaren we hoe belangrijk die functies zijn en hoe belangrijk we die mensen nodig hebben. En we moeten daarvan leren. Want we moeten straks, als de coronacrisis voorbij is, naar een ander soort samenleving waarin de overheid een veel sturende rol speelt. Je merkt nu dat zo'n crisis als corona, de marktwerking gaat dat niet oplossen. Daar hebben we een krachtige sturende overheid voor nodig. Je ziet ook ondernemers nu in de rij staan bij de overheid om steun te ontvangen om deze periode te overleven. Kijk, en begrijp me niet verkeerd, ik vind dat terecht. Ik vind dat we ondernemingen die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, die moeten we nu ook redden. Die moeten we niet kapot laten gaan, want die hebben we na de crisis weer nodig. Net als onze culturele instellingen, die moeten we nu steunen. Die hebben lege zalen, die hebben geen omzet. We kunnen het ons niet veroorloven dat die omvallen, want dan hebben we na de crisis nog veel meer schade om weer op te bouwen. Dus we merken in deze tijd hoe belangrijk die overheidsrol is. Je noemt dat ook wel de herwaardering van het publiek domein. En we moeten daarvan leren dat als straks de crisis over is, dat we niet weer gaan geloven in winst maken is het meest belangrijk, maar dat het maatschappelijk nut vooraan blijft staan. En dat die actieve rol van de overheid, dat we die in stand houden. GroenLinks gelooft heel erg in het belang van een sterke overheid die actief stuurt op zaken die de markt laat liggen. Of die actief corrigeert op zaken die de marktwerking verkeerd laten aanpakken. Dus na de crisis moeten we zorgen voor een actieve regierol van de overheid. Of dat nou is op het gebied van de woningmarkt, of op het gebied van de zorg, of op allerlei maatschappelijke belangrijke terreinen van het leven, vragen om een actieve rol van een actieve overheid die actief stuurt. En we hebben het gewoon de afgelopen jaren te veel laten lopen. Dus dat moeten we leren. Dat kan onze les zijn. De wereld van voor corona komt nooit meer terug. En de wereld van na corona heeft wat ons betreft meer waarde in de zin van een actieve overheid die actief het leven vormgeeft. Want je ziet gewoon dat is nodig. De samenleving bloeit beter als er wat meer regie wordt gevoerd. Dus daar moeten we ons op voorbereiden en we moeten leren van deze crisis. Dat is eigenlijk de boodschap van deze vlog. Tot zover de vlog.